De tuin heeft mijn hart gestolen. Ik vind het een prachtige plek. Het ligt midden in Den Bosch en het is zo stil hier altijd. Je kunt heerlijk daar rondom de vijver gaan zitten. Kopje koffie met een vriendin drinken. Maar de kapel, ja, dat is misschien wel de ziel van het klooster. We zijn hier op een hele bijzondere plek in de wijk De Muntel. De Muntel is de tweede uitbreidingswijk van de gemeente Den Bosch. Vanaf 1916 zijn hier allemaal huizen gebouwd. En de congregatie van de Zusters van Liefde uit Schijndel, een nonnenorde, heeft besloten om hier toen grond te kopen en een klooster te bouwen. Het is in 1929 gebouwd. Als klooster, maar ze hebben ook tegelijkertijd een kleuterschool hier op die plek, een kleuterschooltje gebouwd. Want de nonnen kwamen hier niet alleen om te bidden, maar ook om les te geven aan meisjes. Het was een Freubel en Montessori kleuterschool. Waar we hier staan, de kloostertuin, was indertijd het middelpunt van sociale, educatieve en religieuze activiteiten. Hiernaast was een pension voor oudere, zwakke, zieke nonnen en voor oudere, welgestelde dames. Daar was de kerk, de Antoniuskerk, daarnaast de pastorie. Daar was het patronaatsgebouw en daar was een lagere school waar de nonnen naderhand ook les hebben gegeven. Dus het was echt een middelpunt hier. En nu is het dus het centrale plek ook waar de gasten van Hotel de Zoete Moeder kunnen verblijven, waar ze kunnen ontbijten, glaasje kunnen drinken en waar ook groepen kunnen komen voor een borrel of een gezellig samen zijn of een feestje.